Dit is Fika. Ontspannen houden, handen. Juist, dat is vies. Houd de benen eronder. Handen op schouder hoogte. Hoe ga ik staan? Ja, oké, prima. Oké. Kijk links, rechts of er vleugels in balans zijn. Juist. Goed concentreren op de renjepion. Dan mag je nu starten. Ontspannen doorlopen, ontspan, juist. Een beetje snelheid, loop maar door. En aan het gewoon zijn, hou uitgeduwd. En jawel, dan sta je met op je voet ook nog. Heb je nog een voetlanding ook nog? Goed concentreren. En wacht je nu start in. En dan maar vliegen. Rustig naar de vliegen. Oké, handen op schouderhoogte, handen op schouderhoogte. Hou uitgeduwd. Oké. Ja, handen op schouderhoogte, de vliegen is nog niet uitgeduwd. Daar ben je veel te vroeg mee. Oké, daar moet je geen gewoonte van maken. Het loopt nu goed af omdat je met weinig snelheid vliegt, maar... de start. Dat gaat redelijk, maar je komt met weinig snelheid los. Dus hou een neusje bij. Probeer je nog 1-2 passen. Toestel iets aan te trekken en 1-2 passen bij te zetten. Kom je wat met meer snelheid los. Hier gaat Vicar. Grote passen. Ja, ontspannen houden. Ja, vergeet het. Rustig afvangen. Hand op schouderhoogte. En nu doen. Oké. Ja, dan prachtig. Maar een landing achterop. En grote passen door ontspannen houden. Juist, het vindt een klein beetje snelheid aantrekken nu. Rustig afvangen. Oké. Ja, de rest komt allemaal wel. Ja, prima gedaan. Netjes doorgelopen in de lucht. Waarom ook niet? Ja, maar even die vraagjes een beetje afwachten. Rechts. Hier gaat Fika. Hand ontspannen, Fika. Juist, een beetje snijd aantrekken. Tot aan de grond, rustig afvangen. Hand op schouderhoogte en duw, hoe ga ik staan? Ja, oké, bijna. Rustig sturen. Juist, vlak leggen, naar links sturen. Hele lichaam, oké. Maak maar bij landing. Oké. Start was heel behoorlijk, Fika. Probeer nog ietsje snijd, de laatste net voordat je loskomt. Een klein beetje opbrug aantrekken en nog 1 pas erbij te zetten, kom je met wat meer snelheid los. Dan sturen netjes gedaan, alleen je stuurde vrij lang de ene kant in, dus je moet hem op tijd weer vlak leggen. De eerste keer stuurde hij heel mooi met je gewicht, de tweede keer was je een klein beetje aan het scharen. Dus vandaar dat je ook niet reageerde om weer terug te leggen op koers. Het is niet verboden.
ietsje meer push geeft. Dan mag je nu starten. Zo, nou lekker versnellen. Zo ja. Oh, dat was een mooi start zo. Beetje naar weg sturen, heupen meenemen als je stuurt. Juist. Vlak leggen nu. Rustig afvangen, handen schouder en toe. En nu duwen. Ja, oké. Okay. Prima, start als wel netjes. Nu lekker energie ingezet, dan kom je wat meer snelheid los. Mooi gedaan. Hier gaat Fieker. En een beetje naar links sturen nu.